Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Max ICT, ROC Eindhoven en Kamer van Koophandel Brabant. Welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Brabant Vandaag. Het is woensdag, staat in het teken van business en politiek. En vandaag presenteer ik het met opa Wijmans. René, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe heet hij? Boris. Ja? Ja. En alles goed? Alles 100%, ja. Okay. Ja, trotse opa. Ja. Heel leuk. Dankjewel. We gaan vandaag ook nog iets anders doen. We gaan namelijk cocktails shaken en alles wat daarbij hoort, gaan we straks meer vertellen. Maar op de eerste plaats heet ik hartelijk welkom twee gasten aan tafel. Op de eerste plaats Arno Sase van de Sase Groep. Hallo. Regelmatig te gast hier in dit programma wanneer het gaat om veilig werken, veilig wonen, veilig leven. Ja. BHV-opleiding, alles wat erbij hoort. Maar welkom ook tegen de burgemeester Rianne Donners de Leest van de gemeente Gelderop-Mierlo. Welkom burgemeester. In het Bredaas, geen onbekende, toch een beetje thuisgevoel vandaag? Ja, ja, eerlijk gezegd wel. Ik ben heel vaak hier geweest in de buurt. Dus, nou. Ja, want je hebt lang gewerkt in Etten-Leur. 20 jaar gewoond en iets korter gewerkt in Etten-Leur. Ja, klopt. Ja, dan waren ze blij met u? Dat moet je aan anderen vragen. Ik heb mijn best gedaan, zeg okay. Ik dan maar. Maar ik heb er graag gewoond, ja. En dat is een feit. Ja. Eigenlijk een hele vreemde motivatie om hier vandaag te zijn. Want we gaan vandaag praten over de nieuwe brandweerkazerne van Gelderop-Mierlo. Maar die wordt gebouwd in een combinatie van de gemeente, die samen met het particuliere bedrijfsleven, in dit geval de Sase Groep, jullie gaan samen die kazerne bouwen. Dat is toch uniek? Dat is heel erg uniek. Maar hoe kom je daar nou bij? Nou ja, dat zou je eigenlijk aan Arno moeten vragen, want die kwam er als eerste op. Hè. Zo is het echt gegaan. En hij heeft de vraag op een gegeven moment aan ons voorgelegd. Zou het denkbaar zijn? Het was bekend dat wij een nieuwe kazerne nodig hadden. De oude die was en gedateerd en lag ook niet echt handig, midden in een woonwijk. Dus wij waren bezig zeg maar, met bewegingen te maken om te komen tot nieuwbouw. En toen kwam deze vraag tussendoor. En gemeente Gelderop-Mierlo is een gemeente die openstaat voor samenwerken en ook voor innovatieve dingen. En we zeiden laten we daar eens naar kijken. En was het eigen koken of had je het ooit ergens anders ook gehoord of gezien? Nee, ik had dit. Het is een uniek constructie, dus ik had dat nog niet ergens anders gezien. Maar het idee kwam doordat we zaten te praten over de veiligheidsketen. Wie zit er nou allemaal in een veiligheidsketen? En ja, toen werd het eigenlijk heel erg logisch dat we toch eens gingen kijken of daar een samenwerking niet mogelijk was. Ook wij zaten en zitten nu nog in een gebouw wat eigenlijk te klein voor ons is. Dus we moesten ook naar ruimte gaan kijken. Maar eigenlijk veel belangrijker vonden we de ideologie die erachter zat van hey, wat kunnen we nu met een keten van mensen die in de veiligheid willen werken. Dan krijg je het idee, zeg je, hey, eigenlijk misschien wel best een logische combinatie. Maar dan ben je er volgens mij nog niet. En dan gaat het pas echt gebeuren. Valt het dan niet tegen gaandeweg dat je allerlei problemen tegenkomt die je op voorhand niet verwacht? Ja, ik denk dat we allebei in zo'n proces dingen zijn tegenkomen. Arno kan daar denk ik voor zijn bedrijf ook het nodig over zeggen. Maar het begint voor ons als gemeente er al mee dat het heel bijzonder is om met een particuliere ondernemer te gaan samenwerken. En daar zitten natuurlijk al allerlei aspecten aan waar je als overheid heel goed over na moet denken aan de voorkant. Hoe verbind je je aan een bedrijf en wat betekent dat dan? En waarom dit bedrijf en niet anderen? Hè? Dat is ook een vraag. Dus het moest ook al redelijk uniek zijn in onze gemeente. Dus stel, het gaat fout met het bedrijf, dan moet toch die brandweerkazerne operationeel. Nou ja, we hebben altijd een kazerne nodig. Ook daar hebben wij afspraken over gemaakt. Maar zo zijn we niet begonnen. We zijn eigenlijk begonnen met elkaar te bekijken van, nou, wat is nou de meerwaarde van die samenwerking? Want je moet eerst vanuit de kansen denken en dan pas vanuit de beperkingen. Daar waren we het allebei roerend over eens. En ook onze gemeenteraad was het daar gelukkig heel snel over eens. Hè. Die zei onderzoek, want we zijn natuurlijk ook als politiek heb je een hele eigen manier van besluitvorming waar een bedrijf soms denk ik wel horend dol van wordt, om het zo maar te zeggen. Kan u het belangrijkste punt noemen, wat die samenwerking dan... Nou, wat Arne zei, we zitten allebei in de veiligheidsketen. We hebben allebei een gebouw nodig, maar we hebben ook dezelfde functies. Hij leidt mensen op
Voor die opleiding heeft hij bepaalde gebied nodig, faciliteiten nodig, die wij ook in onze kazerne moeten hebben. Okay. Omdat we brandweermensen ook daarin moeten trainen en moeten faciliteren. Ja. Nou, daar zat al heel snel een soort meerwaarde in, daar waren we zo achter. Maar dan moest je gaan samenwerken met ambtenaren, Arno. Ja, dus voor ons als bedrijf, hè, ik bedoel, de gemeente vond het heel raar om gaan samen te werken met een bedrijf. Voor een bedrijf is het natuurlijk ook heel erg raar om gaan te werken met een overheidsinstantie op deze manier. En ook bij ons hebben we eerst wel even gedacht van ja, hoe gaan we dat dan allemaal in elkaar steken? Mm-hmm. Maar het idee bleef bovendrijven en daarom zijn we uiteindelijk gekomen tot die samenwerking zoals hij er nu uitziet. Maar ik denk dat de gemeente, die moet duurzaam bouwen. Wordt het nu ook duur? Dat is voor een ondernemer net zo belangrijk. Klopt, maar soms niet haalbaar misschien? Nou ja, kijk, een van de voordelen om samen gaan te bouwen is natuurlijk ook dat je probeert efficiëntie uit dat bouwproces te halen. En daar hebben we een deel van, in ieder geval het duurzaam bouwen, ook gewoon mee kunnen betalen. Ja. We gaan zo meteen praten over dat gebouw. We gaan eerst even kijken naar de laatste nieuwsberichten naar Koppensnelle. Dag dames en heren, welkom bij Koppensnelle van woensdag 2 november. BredaVandaag.nl meldt dat de Nederlandse mededingingsautoriteit een inval heeft gedaan op het hoofdkantoor van Veolia Transport in Breda. De inval zou te maken hebben met het onderzoek over de ontwikkelingskosten van de OV-chipkaart. En op diverse campings in Berlen-Nassau is woensdag een handhavingsactie gehouden, zo bericht BN De Stem. De gemeente Berlen-Nassau krijgt steeds meer signalen dat er het nodige mis is op de recreatieterreinen. Het Brabants Dagblad heeft een groot artikel over de 150.000 euro die de gemeente Boksel accepteerde van de olie- en gasmaatschappij Quadrilla voor het afgeven van een vergunning voor een proefboring naar schaliegas. Er wordt zelfs gesproken van corruptie. De gemeente zelf zegt dat er sprake is van een compensatieregeling. En in het Eindhovens Dagblad lezen we dat Kevin Strootman door de KNVB voor 2 duels is geschorst. Dit naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met FC Twente van afgelopen zaterdag. En vandaag is Cas Spijkers gecremeerd. Omroep Brabant meldt dat Spijkers een herdenkingsboom krijgt in het kankerherdenkingsbos van Dronten. En de Telegraaf heeft goed nieuws voor wie wel eens met de auto naar Amsterdam gaat. Het parkeren wordt namelijk goedkoper op de zogenaamde PNR-plekken. Vanaf hier kan men met het OV of fiets naar het centrum. En parkeren kost hier voortaan nog maar 1 euro per dag. En nu nog even goed inparkeren. En dit was Koppensnelle weer voor vandaag. Graag tot morgen. Oké, okay, nou dan heb je zeg maar die hele samenwerking proberen tot stand te brengen. Dan kom je allerlei ups en downs tegen. Maar uiteindelijk is het gelukt om dit jaar een start te maken met het gebouw. Hè? Wanneer gaat het open, Arno? Wanneer gaat het open? Daar hebben we eigenlijk nog geen beslissing over genomen. Maar we weten wel wanneer het klaar is. Wanneer dat is eind april is het gebouw klaar. Maar goed, voordat we het gebouw volledig in bedrijf kunnen nemen, moet er nog wel het een en ander gebeuren door de beide gebruikers. Ja. Bij de start van de bouw werd deze samenwerking vergeleken met een huwelijk. De ondertrouw was aangegaan. Ja. Hoe gaan de voorbereidingen, burgemeester? Buitengewoon. Wordt het een succesvol huwelijk? Nou ja, je, wat voor alle huwelijken geldt, geldt ook voor dit huwelijk. Dat je pas weet of een huwelijk succesvol is als je het volhoudt. Hè? Ja. En als je na zoveel tijd nog tegen elkaar zegt, goh, dat hebben we goed gedaan. Nou, jullie hebben dat een samenlevingscontract gemaakt. Ja. Het huis is bijna klaar. We zijn het over alles eens tot op heden. En het feestje ziet eruit, zeg maar, zoals wij vinden dat het eruit moet zien. En het in gebruik nemen van het gebouw is natuurlijk uiteindelijk de test van de samenwerking. Omdat je dan met twee verschillende organisaties dingen gaat delen, echt fysiek delen. Dus dat is best spannend. Maar aan de andere kant denk ik, tot zover gaat het allemaal goed. We hebben heel veel hobbels opgelost, ook in juridische zin. Want als je iets unieks doet, dan is er ook nergens een model waarvan je kunt zeggen, nou, dat is al uitgevonden, dat doen we even na. Is het aan te bevelen?
samenwerking met gemeente, bedrijfsleven? Is het echt die zegt van nou, dit is niet, wat mij betreft niet de laatste keer? Nee, zeker niet. Ik denk dat je in deze tijd de overheid, maar hetzelfde geldt ook voor bedrijven. Ook bedrijven zouden veel creatiever kunnen kijken naar wat kan die overheid voor mij betekenen. In plaats van alleen maar als een instrument zien waar je paspoort kunt halen of je rijbewijs. Want uiteindelijk zit de gemeente met heel veel tentakels in de samenleving verweven. En ik vind dat we daar als overheid nog steeds verdiepingsslagen in moeten maken. En ik vind dat bedrijfsleven dat ook kan. Ik vind het aandacht interessant. Het is sowieso, kijk, je kunt met een soort van kruisbestuiving elkaar ook nog verder helpen. Precies, hè? Bij ons zit een stuk expertise. Er zit expertise bij de brandweer. Ja. Nou, die twee bij elkaar brengen, dat levert nu al ideeën op voor nieuwe producten. Nou, mag je dan succes wensen met die samenwerking? We krijgen straks een trouwkaart als het zover is. Absoluut. Ja, natuurlijk. We zijn er trots op en iedereen mag het feestje mee. Oké, veel succes. Welkom. Ja. En wij gaan straks alles leren over cocktails maken en vooral cocktails shaken. Maar eerst gaan we even boodschappen doen en kijken wat voor weer het gaat worden. Het weer wordt mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Donderdag krijgen we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het blijft droog en met middagtemperaturen tot 19 graden is het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. De zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig. Vrijdag zijn er vrij veel wolken, mogelijk valt er wat regen bij 18 graden. In het weekend schijnt nu en dan de zon, het is meest droog en de middagtemperatuur komt dan rond de 16 graden te liggen. Het weer werd mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Ja, als ik zeg shaken, not stirred, dan weet iedereen dat we het hebben over James Bond. Niet dat James Bond niet aan tafel zit, maar wel Niels. Niels, welkom. Dank je. Met medewerker van de Kamer van Koophandel ben jij een bedrijf gestart. En zit je ook hier om dat te komen vertellen. Ja. Op het gebied van cocktails. Hey, dat is nieuw. Inderdaad. Ja. Ja. Wat voor bedrijf heb je? Ik heb het bedrijf cocktailpartner.nl. En wat wij doen is eigenlijk voornamelijk met mobiele cocktailbars op diverse feesten en evenementen draaien. Zo drive-in cocktail? Ja, zo kun je het zeggen inderdaad. Het is echt heel makkelijk op- en afbreekbare bars die we kunnen inzetten met verschillende thema's. Dus niet alleen maar de man die komt shaken en die nee, nee, echt een totaalconcept inderdaad. Ja, gewoon losse verhuur van de bars, maar ook inderdaad inclusief personeel, cocktails, drank, alles erop en eraan. Ja. Ben ik al geïnteresseerd, hoe kom je erop? Ja. Ja, je moet iets doen waar je affiniteit mee hebt, zeggen ze wel eens inderdaad. Ja, dus, nee, ja, het is eigenlijk in 2010 begonnen. Ik ben toen eigenlijk zonder werk komen te zitten. Heb ik een paar maanden thuis gezeten en ik heb eigenlijk elke dag continu vroeg opstaan en ben ik mijn ondernemingsplan begonnen met dit concept. En ja, daar heb ik tot in de puntjes toe uitgewerkt en mee naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ja, maar even terug, hoe kom je daarop? Waarom denk je nou, ik wil een eigen bedrijf, maar dan ga ik iets doen met die cocktails? Dan moet ik ergens door getriggerd zijn. Ja, ik ben getriggerd op de Baalse Nachten. Ik weet niet of dat je het kent. Dat is een nachtmarkt in Baarle-Nassau. Heel erg leuk. Er stond een kraampje. Cocktails op. En nee, daar stonden mensen met premixed cocktails. En ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En cocktails vind ik altijd lekker. Dus ik denk, probeer er een. Dat smaakte zo goed. En dat was eigenlijk de trigger. Nu zijn er natuurlijk meer van dat concept. Wat maakt jou uniek? Kan je net iets meer leveren dan alleen een cocktail? Nou ja, goed. Het unieke, het innovatieve is beoordeeld door de Kamer van Koophandel. Alleen, ja, ik heb gewoon eigenlijk heel breed ingezet in die markt. Dus voornamelijk ook de mobiele cocktailbars met het totaalconcept eromheen. Ja. Vonden hun dus echt innovatief. En onder andere ook het werken met die premix cocktails voor op evenementen die ik op dit moment zelf in België laat maken. Je hebt het heel veel over evenementen, maar stel je voor dat mensen dit kijken die binnenkort een feestje hebben, kunnen ze jou daar ook voor inhuren? Ja. Dat kan allemaal. We hebben dus kleine barren, grote barren. En ook voor de mensen thuis, wat ik eigenlijk al net aangaf, we kunnen de bar gewoon los verhuren. Maar we kunnen ook personeel mee sturen die daar in principe in de achtertuin of desnoods in de woonkamer gewoon een leuke cocktailparty kunnen geven. Hoeveel verschillende soorten cocktails breng je daarmee? Want ik bedoel, al die recepturen moet je toch wel een beetje... Ja, dat klopt. Kijk, op evenementen moet je sowieso altijd met premixed werken. Dan mag je niet met glaswerk werken, je mag niet shaken. Er zijn heel veel strenge regels aan verbonden. Niet shaken. Ja, dus dat is, daar ben je echt wel beperkt. Maar bij de mensen thuis hebben we kunnen maken wat we willen. Alleen, we proberen het wel te beperken. En precies wat je zegt, als je 100 verschillende cocktails aanbiedt, moet je ook voor 100 verschillende cocktails drank meenemen. En daar ben je gewoon een beetje beperkt in.
als je één mobiele cocktailbar meeneemt. Dus wat we doen, is eigenlijk een 4 tot 6 verschillende cocktails. Okay. Allemaal variërend in smaak, dus voor ieder wat wils. Ja. En wat we ook doen, is heel erg leuk, is altijd 1 of 2 non-alcoholische cocktails erbij. Ja. Voor de Bob. Voor de Bob. Ja. En wat zagen we met die limo net, die foto die voorbij kwam? Die limo is, dat is van een hele goede vriend van mij, John van VIP Limo. Daar ben ik mee rond de tafel gaan zitten. En hebben we eigenlijk ook weer een uniek concept bedacht. Een VIP-arrangement. Dat je eigenlijk binnen een straal van 40 kilometer rondom Tilburg opgehaald wordt met maximaal 10 man in de limo. Je gaat naar een horecalocatie in omgeving Loonstrand. Je krijgt daar een workshop. Cocktails maken, heel leuk, doen we ook. En daarna word je met de limo opgehaald en weer elders binnen een straal van 40 kilometer rondom Tilburg afgezet. Geweldig. Voor echt een unieke prijs. Ja. Dat is eigenlijk onmogelijk, maar dat concept is heel leuk bedacht. Ja. Volgens mij is bij jou alles mogelijk. Want je zei natuurlijk al workshops, cocktails maken, ja, alles. Workshops doen we ook. Is ook heel erg leuk, ja, inderdaad. Een beetje jammer dat je geen cocktails voor ons hebt meegebracht. Ja. Ja. Maar goed, dat is dan de volgende. Jullie houden hem inderdaad goed voor mij. Is wel jammer, want ik heb een jongen die doet mee aan de Nederlands kampioenschappen flair tenden. Zo heet dat, met het flessen gooien. En ja, goed, die kon helaas keer op deze komt dag. Gewoon een keer. Ik hou me aanbevolen. Met een lekkere cocktail. Ja. Je kan ook aanbevolen. En succes met je bedrijf. Heel vriendelijk, dankjewel. René, zou een cocktail ook smaken bij het gerecht wat ze nu klaar gaan maken? Ik denk dat een cocktail niet het meest aangewezen is. Denk je met een lekker glaasje wijn. We hebben overigens in dit geval een kok die komt oorspronkelijk uit Armenië. Oh. Dus we hebben ook een beetje buitenlandse invloeden. Kijk mee naar Bikke in 1000 tikken. De volgende uitdaging, we zijn alweer over de helft. Ik heb daar vandaag iemand meegenomen die ooit bij ons op school topper is geweest. En die ga ik graag aan je voorstellen. Caro. Caro, ja. Welkom. Dankjewel. 3,5 jaar in Nederland vanuit Armenië. Ja. Meteen na een half jaar naar onze school gegaan. Het eerste jaar al topper geworden. Nu zit je in het tweede jaar van de koksopleiding. Wat ga je vandaag voor ons maken? Snufplonketje ingevoerd met een zalmvals. Ja. Geserveerd met zachte basilicumsaus. Als jij klaar bent, ga ik de tijd aanzetten. Ja. Als ik jou ergens mee moet helpen, handenspandiensten wil ik doen. Okay. De rest mag je zelf doen. Okay. Ben je er klaar voor? Zeker. Succes. Dank je. Wij gaan nou eerst de saus maken, basilicumsaus. De meeste die ik altijd uitnodig, die beginnen eerst met de vis en de vlees. En meestal is de saus het laatste. De saus duurt een beetje lang, daarom doe ik een voor. Oké. Okay. Klein beetje olie, zout en peper. Kunnen wij die tijd in groenten blancheren? Een beetje zout, peper. Het is voor de kijkers bijna niet bij te houden. Ja. Zo snel ga je. Moet ook of niet? Moet hier onder het ijs ook vuur onder of deze? Okay. Nee. Nu wij gaan zalmvars maken. Zalmvars, dat wil zeggen dat je eigenlijk de zalm fijn gaat maken met een beetje room. Ja. Aanzetten. Alles klaar is. Beetje eiwit erbij. Eiwit? Ja, alleen eiwit. Oh, dat gebruik je zeker voor het binden? Ja. Oké. Okay. Beetje kooksel rond. De vars is klaar. Wat ga je met die uitjes doen? Met de ui? Doe ik een beetje kooksel rond en ik laat een beetje koken. Oh, dat wordt jouw saus? Ja. Oké, okay, ja. Basilicum saus. Doe een klein beetje olijfolie op, dat hij niet plakt.
Zal ik hem in de oven doen voor jou? Daar ben ik heel erg goed in. Dan maak ik altijd bij de andere ook. Dankjewel. Wij gaan bloem courgette invoelen met zalmvals. Het frituurvet is daar gewoon 180 graden? Ja. Oh, en dat is natuurlijk dat het er niet uitloopt. Ja. Ik ga nou tempura maken. Tempura maken, dat is? Dit is een Chinese beslag. Oh, een beslag. Oké. Okay. Ja. Oh, daar ga jij... Ja, voor frituren. Bloem doen we in. Ik bak nou saus klaar. Beetje boter bij. Doen we een klein beetje caviar. Een blaadje basilicum. Een bloem doen we gewoon zo opleggen. En klaar. Nou Karel, ook jij ruim binnen de tijd. Bedankt. Dankjewel. Jij bent wel snel in de keuken. Moet ook al. Jouw baas is zeker blij met jouw stage, ja? Ja. Maar nou ga ik het proeven. Smakelijk eten. Geniet ervan. Dat zegt hij volgens mij expres. Ik ga het nu proeven. Voor ons. Ja, elke keer. En wij krijgen niks. Geen cocktails, geen eten, helemaal niks. Je nop. We gaan even naar iets anders. Want de Tilburgse politiek bespreekt op 7 november de begroting. En alle partijen vertellen waar absoluut niet op bezuinigd mag worden. En vandaag is dat de fractie Franken. Iedereen vraagt waarop we niet moeten bezuinigen, maar volgens mij is de vraag waarop gaan we investeren met minder budget. En dat zouden we moeten doen op de kracht van mensen. De mensen die hier wonen, studeren en werken. De markt is de plek waar je de mensen ziet, waar je mensen ontmoet en waar je mensen een gezicht geeft. En de markt is ook de plek waar mensen hun boodschappen doen naar hun budget, maar wel gemeenschappelijk en ook uitgaan van hun eigen kracht. Dat kan zijn door het kopen van bloemen om hun huis op te fleuren of het kopen van sinaasappelen om een gezonde leefstijl na te streven. Hier ligt dus de echte kracht van de stad. Als mensen geen visie meer hebben, geen dromen meer hebben, dan is er geen toekomst. En met toekomst, zonder toekomst heb je ook geen mensen. Je moet altijd in mensen investeren. Mensen zijn de samenleving, mensen zijn de toekomst. De toekomst komt eigenlijk van de scholen, de leerlingen die afstuderen. Dat is eigenlijk zeg maar de toekomst, want die moeten het geld gaan verdienen voor de toekomst. Daar ben ik het mee eens, dat vind ik ook. Ik denk met de vergrijzing dat je moet investeren in zorg voor mensen die later, op latere leeftijd niet meer zelfstandig kunnen leven. En toch wel graag dat willen, dus dat op een bepaalde manier mogelijk gemaakt kan worden. Er moet zeker geïnvesteerd worden in onderwijs. Dat is heel belangrijk voor later, ook voor de toekomst, voor de kinderen, dat ze gewoon een goede onderwijs hebben. Tilburg is ontzettend goed bezig en ik hoop alleen dat ze nog veel meer gaan investeren. Want het wordt steeds beter wonen in Tilburg. En leuker. Ja. En op die manier hoop ik dat onze kleinkinderen ook in Tilburg blijven. Nou, ja, wij zijn al oud, hè. Wij hebben onze toekomst is al gemaakt. Mijn toekomst die is al... Ik vind gewoon de jeugd, de opkomende jeugd, nou onze kinderen en kleinkinderen, en ja, die hebben de toekomst. Nou ja, wat mensen heel goed voelen en zeggen, is dat het gaat om de toekomst. En dat is ook hè, de titel van de begroting van de gemeente Tilburg, Slimmer werken aan de toekomst. Slimmer werken aan de toekomst gaat dus uit van de kracht van mensen. En dat je vervolgens als gemeentelijke overheid gaat kijken, hoe kunnen we die maximaal benutten? Daar vind ik mooie voorbeelden van. En natuurlijk hoort daar de jeugd bij, het onderwijs bij, maar ook de zorg. En ook de leefbaarheid in de wijken en in de stad. Want Tilburg is al een hele aantrekkelijke stad, maar dat moeten we ook hoog houden. De mensen die goede huizen hebben hier in deze stad kunnen best een steentje bijdragen. Ik denk dat je dat ook van mensen mag vragen. Voor ongeveer 48 euro per jaar verhoging van de OZB kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Het is jammer dat de coalitie voor deze opties niet kiest.
Deze coalitie kent vooral de prijs van allerlei dingen, maar heel weinig de waarde. En daar gaat het mij juist om. De waarde van de mensen in de stad, die moet veel nadrukkelijker in het beleid en ook in de begroting tot uiting komen. Niels, kunnen we de cocktailpartner binnenkort nog ergens zien of proeven? Jazeker. 12 december zijn we aanwezig bij de Harbor Club in Rotterdam. Dat is een feest van exclusief, het kwartaalblad hier in Brabant en Nederland. En daar verzorgen wij de welkomstcocktails. Oké. Ja, welk cocktail wordt het? Voor de heren een Blue Ocean, voor de dames een Pink Lady. Klinkt wel lekker. Ja. Dit was Brabant Vandaag voor vandaag. Een hele bijzondere dag. Een dag waarin we afscheid namen van een van de meest bijzondere Brabanders die deze provincie ooit gekend heeft. Cas Spijkers. Cas Spijkers was ook een aantal jaren de vaste tv-kok van het programma Brabant Business, hier uitgezonden op Brabant 10. En we vonden het toch heel erg gepast om toch even te kijken naar een van die mooie foto's die we gemaakt hebben tijdens die opnames. Cas Spijkers, het ga je goed. Brabant Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door Max ICT, ROC Eindhoven en Kamer van Koophandel Brabant.